Denk aan beroepen met een slecht imago en je komt uit bij bankiers, flitshandelaren, boeren misschien, de topman van Shell en dan toch ook al vrij snel bij de voetbalmakelaar. En dat beeld is snelle jongens of cowboys eigenlijk, die een graantje meepikken van het groot kapitaal in het voetbal en daarna handenwrijvend in hun privéjet stappen. En ik moet zeggen, ook bij mij zit wat dwars. Toen ik 16 was, werd me ooit een PlayStation beloofd als ik me zou aansluiten bij een makelaarskantoor. Ik ging natuurlijk overstag, maar die PlayStation werd nooit geleverd en de miljoenentransfer kwam evenmin. Dus ook ik heb nog een appeltje te schillen met de Cowboys. Maar de realiteit is uiteraard genuanceerder. En hoe je het ook wendt of keert, het is een spannend beroep. Welke kennis heeft de spelersmakelaar? Hoe sluit je de beste deal? En hoe hou je je hoofd koel in de snelkookpan van het topvoetbal? Dat bespreken we met niemand anders dan de kopman van het makelaarsgilde, Rob Jansen uit Den Haag. Goed te zien, Rob. Fijn om te zijn. Dank voor je komst in onze studio. We gaan het over jouw vak hebben. Eerst even een introductie. Je bent een spelersmakelaar met een lange staat van dienst. Een jaar of 30 geloof ik in het vak. 40. 40 alweer. Transfers gedaan van Bergkamp, Kuyt, Van Bommel, Makaay, Overmars. Van alles. Veel toptransfers. Voor Wasserman de laatste jaren. Maar ook en vooral de voorzitter van Pro Agent. En dat is de vereniging van voetbalmakelaars in Nederland. Daar komen we allemaal over te spreken. Maar eerste vraag is eigenlijk, heb jij ooit een speler een PlayStation beloofd om zich aan te sluiten bij jou? Want het gebeurt, Rob. Het is echt gebeurd. Nee, dat is normaal. Dat is een minimaal voorbeeld wat je geeft. Oké. Dus dat gebeuren wel ergere dingen. Nee, ik heb dat niet gedaan. En je zegt een minimaal voorbeeld? Dat ja, kan gekst, ja. Ik denk dat wat wij wel meemaakten, maar dan gaat je ook ver in de tijd terug. Het is nu nog veel erger dan dat het ooit was. Horloges, vakanties, trips. Scootertje. Misschien wel, ja. Het zou best kunnen, ja. Jij had het aangeboden ooit? Nee, man. Ja, jij was toch een beetje wel een serieus talent bij Utrecht. Maar ik heb... PlayStation kon er niet vanaf, hoor. Nee, man, ik heb dat nooit gehad. Zo'n aanbieding helaas. We gaan zo duiken in de wereld. Maar eerst, ja, je hebt al in de studio gekeken naar onze schilderijen. Dit is de man die een beetje als een soort rode draad door onze podcast loopt. Dat zie ik nou pas. Oh, je hebt het nu pas gezien? Ja, ik zat daar net. Oké, ja, tuurlijk. Dat is uiteraard Cor Pot. Ook een beetje de naamdrager van onze podcast. Daar heb jij ook mee te maken gehad, Rob. Wat zijn jouw herinneringen aan Cor? Ja, ik ken Cor natuurlijk. Ik ken Cor al heel lang. Vanuit zijn amateurtijd al. Ik ken zijn zoons. Zijn ex-vrouw. Zijn nieuwe dame. En Cor is gewoon een heel amabel persoon. Is totaal niet bezig met zijn uiterlijk. Dat viel me altijd mee. Nee, valt mee. Eén ex-vrouw ken je trouwens? Of ken je ja, allemaal? Maar twee officiële. Dus okay. Dat vond ik altijd wel jammer. Ik zei, heel Cor, misschien moet je toch wat meer laten blijken dat je er redelijk uitziet. En dat heeft hij toen overgenomen. Ja. En dat is hij goed in geslaagd. Ik zie het hier ook op die schilderijen. Ja. Nou, hij is gewoon een aardige vent. Niks mis mee. Ja. En je hebt hem onder andere volgens mij ook begeleid in die transfer naar Feyenoord Badje. En de kielzog van Dick Advocaat. Ben je daar ook op bezoek geweest bijvoorbeeld bij die mannen? Tuurlijk. Hij werd natuurlijk eigenlijk de vaste man van Dick Advocaat. Dat begon bij Petersburg al, bij Zenit. Ja. En daar is hij steeds door Dick meegenomen als rechterhand. Dat gebeurt natuurlijk wel meer bij trainers. Dat ze een eigen groepje assistenten hebben. Ja. Ja. Buitenlanders veel meer nog dan Nederlanders dat doen. En Cor kreeg het geluk dat Dick dat in hem zag. En dat waardeerde Cor ook enorm dat Dick Advocaat dat deed trouwens. Dus die kregen een bijzondere vriendschap met z'n tweeën. Ja. En natuurlijk was ik daar bij hen, ja. Wat doen Rob Jansen, Dick Advocaat en Cor Pot op een avond in Istanbul? Nou, Dick Advocaat niks. Die blijft thuis. Bij wie sloot jij aan? Bij Dick of bij Cor? Nou ja, ik hang er een beetje tussenin denk ik. Maar nee, Dick gaat zijn hotelkamer binnen en gaat nog 5 wedstrijden bekijken van ik weet niet wie. Oké. Drinkt niet, rookt niet. Dus die laten we maar gaan. En Cor had dan iets andere visie op het leven. Ja, die vond dan wel dat 's avonds eigenlijk begon. En dat deed hij ook uitstekend, moet ik zeggen. Ja. En was dat ook wel. Maar het leuke aan Cor is dan wel dat hij vertelde het ook allemaal. Het was geen geheim. Nee. Dus de dag daarna werd het in geuren en kleuren ook aan Dick verteld. Bij de ontbijttafel. En dat Dick altijd hoofdschuddend het aanhoorde. Oh ja, maar wel met een lach. Ja. Maar tegen mij zei, het is ongelooflijk. Het ongelooflijk wat hij doet. Het is normaal. Maar ja, ik vond het mooi. Ik heb vorige week het boek gelezen wat Michel van Egmond over jou heeft geschreven. En daar zit op een gegeven moment een anekdote in dat jij aan de... Volgens mij is dat in Istanbul, dan zit je met Cor Pot. Ik denk dat Mario Beenhakker zou bij en Dick Advocaat aan tafel. En dan hebben jullie, Mario, Dick Advocaat en jij een best wel serieus gesprek over spelersbeleid. En Cor die zit een soort van in dat gesprek. Maar die is eigenlijk meer bezig met wat hij wil gaan eten. Tomaatsoep. Dat is dus, waar. Dus ja. hij hoort wel, als Michel het helemaal eerlijk heeft opgeschreven, hoort hij de vragen. Maar hij denkt dat die vragen gaan over wat hij wil eten. Dus hij geeft dan af en toe antwoord. Dan gaat het over een speler of die goed is. En zegt hij, ja ik zei het toch, een tomatensoepje. En dat gaat dan een beetje zo op en neer. Dus ik vond dat wel... maar er wordt al best wel tenminste niet echt... Maar er wordt altijd wel gezegd van ja, Cor overal mee met Dick Advocaat. En hij heeft geluk gehad. Dat zeg je niet zelf ook. Maar hij heeft natuurlijk ook wel bepaalde kwaliteiten dan. Nee. Helemaal niks. Nee. Nee, hij moet niet doorslaan. Nee. Nee, het zit wel in de Cor podcast, Rob. Ja. Kom op, pas op. Ja, maar dat is ook de laatste podcast. Want jullie zijn concurrentie van ons vieren. Ja, dus dit is de laatste keer voor jullie. Ja. De technische groep gaat dan mee naar Den Haag. Dat is al lang geregeld trouwens. Want zo werken wij makelaars. Ja. Maar... Jij bent onder de indruk, hè Rob? Hoe het eruit ziet en alles. Ja, dat is wel een zootje, ja. Ongelooflijk. Maar nee, Cor, natuurlijk heeft Cor kwaliteiten. En de loyaliteit van Cor aan Dick is heel belangrijk. En omdat hij totaal verschillend is als Dick Advocaat, heeft Dick wat aan hem. En hij heeft vanzelfsprekend wat aan Dick. Ja. Want hij brengt ook een soort luchtigheid mee. Kijk, van de 100 trainers zijn er 80 hetzelfde. Je moet ook niet overwaarderen allemaal. Jullie hebben allemaal, spelen allemaal een redelijk niveau. Of hebben het gespeeld. Wat bedoel je daarmee precies? Ik denk dat veel trainers overgewaardeerd zijn. Ik vind het een overgewaardeerd beroep. Maar dan zijn spelers dat ook? Nee, die zijn waardevoller, want die moeten het uitvoeren. Die moeten het doen. En die trainers overwaarderen. En ik doe dat wel bewust. Er zijn veel anekdotes over. Dat het wordt zo moeilijk vaak gemaakt. En zo gecompliceerd en zo ingewikkeld. Terwijl... Ik had een keer een voorbeeld, dat was in die tijd Frans Hoek, de keeperstrainer. En die zei dan, ja, weet je wat was na afloop? We hebben helemaal verteld aan die jongen die rechtsback loopt. Dat die linkerspits, moet je zo dekken in de zone opvangen, het hele pakketje. En die loopt gewoon voorbij en heeft gescoord. Ongelooflijk. Ik zei, weet je waarom? Hij zei, waarom dan? Omdat die linkerspits beter is. Als jij beter kan voetballen dan hij, dan kan ik tegen jou zeggen wat ik wil. Maar het is klaar met hem. Mm-hmm. Je moet het ook niet helemaal doorslaan op dat voetbalveldje. Nee, maar ik denk dat trainers zichzelf in de regel wel serieuzer nemen dan nodig is. En zichzelf belangrijker maken. Ja. Dat gebeurt, dat heb ik vaak zien gebeuren. En dat ga ik zelf ongetwijfeld ook doen. Maar het klopt natuurlijk niet dat als je zegt van ja, die ene is beter. Dan ben je klaar en dan houdt het op. Nee, maar dat is de metafoor is natuurlijk meer. Overwaardeer het allemaal niet zo. Nee, ja, het is best wel lastig vak, denk ik. Dus de dingen waarvan jij denkt als speler van... Hey, waarom doet hij dit niet en dit niet? Ja, als trainer kan misschien. Ja, maar als trainer ben je natuurlijk afhankelijk van 20 jongens die in de selectie zitten. Ja, maar als trainer op een bepaald voetbalniveau... En laten we zeggen, in de top van de voetballer in de wereld is nog veel erger. Daar ben je gewoon psycholoog, manager. Je managt 20 entiteiten. Die alleen maar bezig zijn met één ding, zichzelf. Dat doet mij aan het doen. En naarmate je op lager niveau zit dat aspect er ook nog in. Alleen dan wordt het iets meer verzacht. Er komen andere omstandigheden een rol spelen. Maar in de wereldtop is het een game. Je denkt toch niet dat Mourinho traint? Die speelt toneel. En dat toneel werkt fantastisch. En ze heeft iedereen een toneelstuk wat ze aan het doen zijn. Heb je hem één op één ontmoet ook? Ja, ik ken ze redelijk goed. En toen vond je het ook een acteur, een toneelspeler? Hij zit helemaal vast in zijn rol. Ook als hij met jou spreekt over spelers, over transfers? Ja, ik heb met hem wel eens gezeten en met Ronaldo en met Mendes en die hele groepen erbij. Ja, ik moet er ook vreselijk om lachen. Daarom vinden ze me ongelooflijk irritant. Ja. Maar omdat het natuurlijk, het is toneel. Kun je dat een beetje schetsen hoe dat dan gaat? Ik ben er toch wel heel benieuwd naar. Als jij met Ronaldo zijn zaakwaarnemer Mourinho aan de tafel zit. Ja, kijk, het is... En ze vinden jou irritant. Ja. Ze vinden mij... Ze kunnen... Ja, wat heb jij dan gedaan dat ze jou... Dat zouden ze inderdaad kunnen zeggen. Ja, Mourinho, ik kon beter voetballen dan Mourinho trouwens. Want die speelde geen voetbal. Dus dat was wel simpel. Cristiano Ronaldo lag wat gevoeliger. Maar... En Mendes ook, want die had een videotheek vroeger. Dus die versla ik ook nog wel. Maar... Het wordt zo'n aflevering. Uitslopen en name droppen, dan wordt het vandaag. Ik hou ervan. Ik vind het ook lekker, nu al. Ja, dat is gewoon wat het is. Nou, kijk, die humor in die gesprekken. En op een gegeven moment, er is een serieus deel. Maar er is ook deel op het moment dat je tegen José zegt. Nou, goh, dat is misschien wel leuk. Je bent al een tijdje aan het praten, José. Maar vertel eens wat over jezelf. Maar hij was al 3 minuten bezig om 10 minuten over zichzelf te praten. Dus, en dat kwartje valt niet. Die valt in Nederland wel. Wij vinden die wel leuk, die opmerking. Maar dat vinden ze in Portugal toch maar. Hoe reageert hij daarop dan? Nou, dan kijken ze naar elkaar. En Mendes is ook niet echt van de grappen en de gollen. En Ronaldo helemaal niet trouwens. En Mourinho dan weer wel. Wat was, wel lachen. Maar ik word nu wel natuurlijk heel... Wat was de reden van het gesprek? Het was sociaal. Ik was op bezoek bij hun in Madrid. Netwerk. Okay. Ja, het was gewoon een sociaal. Dat geen specifieke reden. In een restaurant, in een hotel, waar spreek je dan af? We zaten in een restaurant waar hij binnenkwam, Cristiano. Dan wordt dat afgesloten. Ja, okay. Maar dat was in de tijd van Bergkamp in Milaan al en van Gullit en van Rijkaard. Die konden niet eten in een restaurant. Ja, ja. En is er ook een trainer of een speler die gelijk in je opkomt die wel echt humor had? Ik denk dat heel veel spelers humor hebben. Maar met wie vind jij het leukst om af te spreken? Ja. Kijk, bijvoorbeeld dat klinkt nou gek. Ik was toevallig het weekend met Dennis Bergkamp. Die heeft fantastische humor, alleen niemand gelooft het. Heeft hij heel goed verborgen gehouden. Ik wil het zeggen. Ja, exact. Dat is ook een meesteracteur dan. Die is zo gesloten. Maar bij hem thuis, in een kleine kring, zijn humor en zijn scherpte in gesprekken is fantastisch. Is fantastisch. Maar dat kan de buitenwereld weet dat niet, omdat hij toont dat niet. Dus daar kan het ook niet weten. Maar ik denk dat in de voetballerij, en we zitten er met z'n allen in, de humor bij iedereen is. Jullie hebben ook allemaal al humor. Behalve Maarten. Ja, Maarten is minder. ik probeer het te veel ook. Ja, maar ik vind jou wel aanleg hebben. Lekker. Ik denk dat jij een heel eind kan komen in het leven. Maar, heb je nog een zaakwaarnemer nodig? Ja. Nou, ik denk dat zitten ze. Ik had wel Rob Jansen kunnen gebruiken in mijn leven, denk ik. Ja. Mooi, Rob. Maar ik zou nog één dingetje even willen aandragen. Maar ik had dus dat boek gelezen en er stond één passage in over Michel van Egmond beschreef dat een soort kwaliteit van jou is dat jij, als je ergens binnenkomt, ook bij hele grote directeuren, heel goed erin bent om dan met degene die je bent, Michel in dat geval, een soort mompelend een geintje te maken dat Michel het precies hoort. Maar die directeur zelf... Ja. Maar dat is volgens mij iets wat Hagenezen alleen kunnen. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld een tijdje met Robin van der Meer... dat is de iets minder bekende Hagenezen speelt... maar die kon dit ook echt niet normaal goed. Dus die kon tijdens een bespreking van een trainer... zat ik naast hem en dan begon hij tegen mij te lullen over de trainer. Maar op zo'n manier dat als die trainer omdraaide... dat ik boos werd aangekeken. Ja, dat klopt. Dus ik vroeg me af, is dat iets wat alleen bij Hagenezen voorkomt? Of hoe gaat het in zijn werk? Maar we hebben wel een... die humor hebben we heel vaak gebruikt... Ging ook wel eens mis, kan ik je mededelen. Maar, nou ja, door tussenzinnen. Zo'n, alles gaat goed, maar geeft die tankenwater wat. En zat de president van de club. Of, meneer de president, gaat hartstikke leuk. Hele leuke kousjes houden. Maar, ja, kijk, in Nederland, we vinden dat geweldig. Humor althans, niet iedereen, maar een grote groep. Maar je moet er ook een klein beetje mee uitkijken. Want het kan wel eens verkeerd aflopen. Ja, zoals misgaan. Nou ja, ik heb wel één keer wat, maar niet vaak. Maar iemand had van, die zei dan in het Engels, wat zei je nou net? En dan moet je wel weer een kwinkslag geven. Ja, wat is tuinkabouter in het Engels, denk jij dan? Wat bedoel je met dat ding omhoog? Oké, heb je antwoord op je vraag? Ja, was mooi, was leuk. Ik wilde toch even de vraag stellen. Laten we even een klein zijstapje maken, want je kwam hier binnen en het stoom kwam uit je oren. Want je kwam net van de rechtszaak. Dat viel wel mee, dat zo. Dat was een geintje. Laten we even schetsen, want je hebt als voorzitter van Pro Agent vandaag is de uitslag gekomen. Een rechtszaak gevoerd tegen FIFA, als ik het goed zeg. Het gaat om, om het feit dat er nieuwe regels voor spelersmakelaars, zaakwaarnemers zijn gekomen. En daar ageren jullie tegen, daar zijn jullie tegen. Kan je kort delen welke regels dat zijn die jullie tegen de borst stoten? Nou, dit proces loopt natuurlijk al heel veel jaren. Ja. En de FIFA heeft in 2015... de regelgeving afgeschaft. Dus daarvoor moest je een licentie hebben om spelers te mogen vertegenwoordigen. Daar moest je een diploma voor hebben. Ja. En zelfs een borg storten in Zwitserland bij de FIFA om dit vak uit te mogen oefenen. Hoeveel was die borg? 100.000 Zwitserse franken toen, in die tijd. Dus iedere agent die dat vak wilde doen, moest die licentie halen en 100.000 euro. Ja. En dat kreeg je wel terug als je stopte. Okay. Wanneer je stopte als agent, kwam je geld met rente. Een beetje eliteclubje dan, toch? Heb jij die ooit nog opgehaald? Nee, het was veel beter. Heb jij die ton ooit nog geïncasseerd of hij staat nog ergens? Helemaal niks vergeten. We zijn toen wees een lunch. Met de weekend Mercedes op. Ja, dat liep uit de hand, die lunch. Maar, okay. Met Sepp Blatter samen. Ja, met Chef. En Chef zei, ik tik het wel af, zei hij. Oké, dus later bleek hij nog meer af te tikken, maar is weer een ander verhaal. Het voordeel daarvan was wel dat het is geen elitegroep. Je moest wat doen om dat vak uit te mogen oefenen. Waardoor het voor een speler ook beter is dat die meneer weet waar hij over praat. Hè, dat gebeurde daarna niet zozeer meer. Toen schaften ze het af. Omdat ze dachten, we kunnen het toch niet regelen. En er zijn allemaal arbitragezaken. Het gaat niet goed. En die clubs zeiden, joh, laat lopen. En toen hebben wij al gezegd, jongens, dit wordt de ondergang voor de makelaardij op zich. Kwaliteitsgericht gesproken. En jullie als clubs krijgen grote problemen. Want er komt een totale wanorde. Daar waar je een beroep, waar veel geld in omgaat, vrijgeeft. Nou, mag je hem zelf invullen. Mm. Daar komt niet de crème de la crème naar binnen wandelen, denk ik meer. Ja. En dat gebeurde natuurlijk ook. De Cowboys. Nou ja, dat werden er tienduizenden, honderdduizenden. Ja. Want iedereen mocht meewandelen. Ja. Nou, die voorbeelden daar, die zijn natuurlijk ja, vreselijk. En later zei ze, oké, we gaan het weer terugbrengen. En daar waren wij als EVA, dus de Europese schuine streep Wereldbond van Agenten, bij betrokken. En als ze dat samen met de agenten hadden opgestart, de FIFA, daadwerkelijk hadden gezegd, we moeten dat doen met de mensen die weten hoe de fabriek werkt, met de arbeiders op de werkvloer en niet alleen de mensen in het kantoor, dan was daar een goede regelgeving uitgekomen. Want wij zijn allemaal voorstander van regelgeving. En wat was de reden om dat niet te doen? Dat is FIFA. En FIFA is een dictatoriale instantie die zelf in en in corrupt is van binnenuit natuurlijk. Dat is ook, dus dat kun je rustig zeggen, want ze houden hun schouders op en ze wandelen gewoon door. Maakt helemaal niet uit. Want het is namelijk zo. En die werden ook politiek weer gestuurd door andere partijen. En die hadden maar één doel, gestuurd vanaf Infantino. Wij gaan doen op onze manier. We zullen af en toe met dat volk praten, die agenten. Maar joh, let it go. Dus eigenlijk is er nooit iemand echt mee geconverseerd in de zin van wat gaan we samen veranderen. En ze wisselden hun commissie steeds. Nou, bla bla. Dat duurde jaren. Toen voelden we al, dit gaat helemaal mis. Toen kwamen er meerdere agentenorganisaties op. Die moesten eerst weer zich verenigen met hun egootjes onder elkaar. Om samen ten strijde te trekken tegen de FIFA. En uiteindelijk kwam de FIFA met regelgeving die 1 oktober van start gaat. Die op vele vlakken desastreus kan zijn voor agenten. Dit was een kort geding tegen KNVB FIFA, ja, namens de agenten, laten we zeggen, wereldwijd. Maar de rechter in kwestie, en dat bleek hier ook, dat hebben we in het persbericht gezegd. Dat is ook, ja, sorry dat ik het zeg, ik noem dat D66-rechters. Sorry als iemand die partij stemt, maar ik vind helemaal niks. Die heeft gezocht naar een opening om geen uitspraak te doen. En die vond ze. Want wat was de opening voor haar? Door te zeggen, ja, ik twijfel of het nou werkelijk zulke financiële schade richt aan die agentschappen in de wereld. Ik twijfel daarover. Ik vind niet dat het echt aantoonbaar is. Oh, dus geen spoedeisend belang. Dus ik doe niks. Toedeledokie. Mm-hmm. Nou, dan word je teruggezet. Nou, dat getuigt van enorme slapheid. Als er zo'n pakket ligt en zulke bewijslast op tafel komt en je gaat op één dingetje zitten om maar geen uitspraak te doen, omdat je bang bent jurisprudentie te creëren die dan wereldwijd zou kunnen worden overgenomen, dat de regelgeving wordt getraineerd en wordt vertraagd, dan ben je slap. Daarom zeg ik D66. Ja, maar dit is natuurlijk wel in principe hoe het in iedere rechtszaak gaat, toch? Als iemand er verliest. Nee, helemaal niet. Je kan rechtszaken winnen. Ik heb er 1000 gehad in mijn leven. Je wint of verliezen. Maar als je iets kon, je kan verliezen en het accepteren. Dat je, nou oké, dat is wat het is. Het is niet a priori als een rechtszaak verliest dat je altijd moet ageren. Dat ben ik met je eens. Mm-hmm. Maar in dit geval wel. In dit geval wel. Dus nu een hoger beroep en afwachten weer. Ja, we gaan ermee aan de slag, ja. En dan gaan we kijken wat daar weer uitkomt. Maar in de basisgroep, waarom gewoon dat vakgebied? Waarom vind jij of denk jij dat spelers zaakwaarnemers nodig hebben? Ja. Dus dat is het netwerk dat je beschikbaar. Je hebt vertrouwensmensen nodig. Je moet ermee kunnen klankborden. Niet alleen voor je contract. Ja. Dat moet geregeld worden. Maar het hangt van het niveau van de speler ook af. Ja. Ja? Het zit, de brede zin des woords heb je een manager. Ja. Maar het hoeft niet, hè? Mm-hmm. Een speler hoeft het niet te doen. Ja. Maar ik heb wel geleerd, spelers die bijvoorbeeld tegen mij zeiden, nou Rob, meestal wil een speler een goede club hebben daarna. Nee, jullie willen allemaal daarna vaak, ik zit bij Sparta, je breekt door, ik wil naar Feyenoord of whatever. Oké? Of daar. Dat moet wel voorbereid worden. Het simplisme, denk je, dat ze zeggen, nou, we willen Bart hebben, dus die bellen we. Maar wie zegt dat dat gebeurt? Weet je hoeveel spelers gelijkwaardig zijn kwalitatief? Ja. Weet je, het is ook met de kwaliteit. Misschien krijg ik je wel bij een club waar je anders niet gekomen was. Ja. En dat is namelijk zo. Dus ik geloof dat het waren zo. Jij denkt dat zo, de agent, als het gaat om gelijkwaardige spelers, kan een betere agent, zeer zeker, of een handiger agent, ja, die spelen wel naar die club brengen. De wereldtop vindt ze weg wel. Dat denk ik ook. Een merendeel zit daar namelijk onder. Dat denk ik ook. En dat is toch ook onze eigen ervaring. Dat je af en toe met jongens speelt, die hebben die spelen een half jaar niet. En die gaan, die gaan naar de Championship ineens. Of die gaan naar best wel een mooie club in Italië. Ja. En die zitten toch 9 van de 10 keer bij een, bijvoorbeeld bij een grote zaakwaarnemer dan. Ja. Die zaakwaarnemer speelt daar een grote rol. En daarnaast moet hij aanwezig blijven om zijn vak te doen. Ja. Hij kan niet een heel jaar wegblijven. Maar daar heb je als speler ook nog een rol in. Wat vinden wij als spelers, zeg maar? Waarvoor had jij het gevoel dat je zaakwaarnemer nodig had? Of jij? Toen je speler was? Of was het gewoon omdat het nou eenmaal erbij hoorde? Of had je echt het gevoel... Ik denk dat dat in eerste instantie... gewoon omdat ik dacht dat het erbij hoorde. Er was bij mij niet specifiek de vraag van... je loopt nu in de A1 bij Feyenoord... en je gaat een contract krijgen... dus het is handig dat je een begeleider hebt. Zo ging het niet. Ik denk... dat ik gewoon het idee had van... je bent een beetje talent. Je komt een keer bij het Nederlands elftal. Je gaat misschien een keer contract tekenen ergens. Dan neem je een zaakwaarnemer. Ja. Dat was dat was mijn beweegreden. Ja. Ja, dat klopt ook wel. En jij toch? Ja, ik was 26 toen ik naar Sparta ging. En toen vond ik zelf dat ik geen zaak... Ik vond dat ik überhaupt blij mocht zijn dat ik daar de kans kreeg. Dus, en ze boden me een prima contract aan. Dat heb ik wel laten checken door iemand die daar verstand van had. Maar ik had niet het idee, hier heb ik nou per se direct een zaakwaarnemer voor nodig. En uiteindelijk, toen ik een beetje ging presteren, toen kwam er eentje op de lijn. En daar ben ik mee gaan samenwerken. En dat was eigenlijk precies om die reden dat ik het idee had dat ik wel wat hulp kon gebruiken in de wereld. En uiteindelijk in die voetbalwereld. En uiteindelijk als het goed zou gaan, dat ik dan naar een mooie club zou kunnen. Ja, en ik vind het op zich... heel logisch. Want je vraag is eigenlijk, waarvoor vind je dat je een zaakwaarnemer nodig hebt? Toch? Ja, want Rob zegt terecht, de top regelt het zelf wel. Maar wij vallen onder een categorie spelers. En dat is 80%, 90% van de spelers. Hè, die gewoon ieder einde van het contract... moet hopen dat er een vergelijkbare of betere club komt. En dat gedurende je hele carrière. Maar een goede zaakwaarnemer zal ook in de contractbespreking voor je... Daar kom ik zo in de groep, zoals jij net zei... het contract altijd verbeteren. Altijd. Als een zaakwaarnemer binnenkomt bij de club... zeg ik €3. Is nou fantastisch, we gaan een koffie drinken. Ja, die zou ik inruilen. Daar zou ik niet zoveel waarde aan hechten. Maar een goede zaakwaarnemer gaat beginnen met de onderhandeling. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt. Ja. Maar hij moet alles eraan doen dat je een beter contract krijgt. Oké, maar alles. Het begint denk ik al bij het vinden van een club. Want dat is denk ik volgens mij de grootste wens van spelers met wie wij spelen. Is die jongens die 5, 6, 7 basisspelers die de beste zijn, dat komt wel goed. Maar er zijn ook nummers 12 tot en met 22 die aan het eind van hun contractjaar een nieuwe club nodig hebben. Klopt, en die hopen... Die wensen dat ze iemand hebben, een agent, een zaakwaarnemer, die de long uit zijn lijf loopt om hem ergens te... Je wilt gewoon een zaakwaarnemer die jou belt. Je kan nu toch mooi je eigen verhaal van afgelopen zomer een beetje... Ja, zeker. Nee, ik ben er inmiddels mee opgehouden bijvoorbeeld, omdat ik... ik had een duidelijke wens om te vertrekken, om naar het buitenland te gaan. Heel afgekaderd, al heel vroegtijdig aangegeven. Dat is uiteindelijk niet gelukt, om verschillende redenen, maar... Ja, ik wijd dat ook. Ik had gehoopt dat mijn zaakwaarnemer dat voor mij had kunnen organiseren. Ja. Zeker omdat mijn wensen en eisen niet gigantisch waren. Dus daar ben ik tegenaan gelopen. Dat is een van de redenen dat ik nu denk van ik ga dat geloof ik de komende jaren ga ik dat proberen op een andere manier te organiseren. Of zelf of via een netwerk van mensen. En wat ik ook merkte is dat je als je transfervrij wordt of dreigt te worden, dan komen er tientallen berichten binnen. Van agenten uit Noorwegen, uit zit India. Een probleem in en daar wil ik op terugkomen. Die speler die zegt... ik neem geen zaakwaarnemer. Iedereen is welkom. Ja. Gebeurt op elk niveau, hè? Ja. Dus niet alleen op gewoon een normaal betaald voetbalniveau. Die maakt de fout van zijn leven. Is dat zo? Ja. Dan word je een soort gebruiksvoorwerp in de grote bak van spelers in Europa. En niemand neemt je serieus. Want iedereen brengt jou in. En al die agenten zeggen... Bart. En dat is die kost dat. En maar die club denkt, wat, die jongen is niet goed bij zijn paard. Ja, dat snap ik. Als meerdere zaakwaarnemers jou bij een club aanbieden, dat, maar dat weet je niet. Lelijk. Nee, daar weet je helemaal niks van. Want dat doen ze toch wel. Maar heb je een goede zaakwaarnemer, kan die dat proces sturen? Dat kan niet. Ja, maar dat snap ik, Rob. Ik begrijp het ook vanuit jouw eigen netwerk en bestaan en ervaring. Maar... er zijn ook zaakwaarnemers, je hebt het maar te doen met het netwerk van je zaakwaarnemer dan. En dan bekruipt mij soms het gevoel, misschien kan ik daar even achter het hoekje kijken. Hij heeft goede contacten in Italië. Hij zit goed in Duitsland. Een goede agent, maar dat is niet, ik begrijp dat je dat zegt. Een goede agent werkt niet alleen. Okay. Er is geen agent ter wereld die de hele wereld kan doen. Ja. Geloof me, dat bestaat echt niet. Ja. Degene die het zegt, die is niet goed wijs. Ja. Maar een goede agent of agentschap, whatever, werkt over de hele wereld met aan hem gelieerde mensen. Ja. De grote bedrijven, zoals Wasserman, waar ik dan in zit, of CAA in Los Angeles, die twee, dat zijn de grootste wereld. Ja, dat netwerk, ja, dat is mega. Ja, dat klopt. Maar die doen alle sporten in de wereld. Die organiseren de Olympische Spelen. Ja. Dat is een andere wereld. Maar een goede agent, al werkt hij op een zogenaamd respectvol niveau. Maar die zit in die Nederlandse competitie. Ja. Die kan heus zijn contacten in Italië of Frankrijk of Duitsland hebben. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja. Hij doet dat met zijn telefoon. Ja. Wat mij wel interesseert, maar zeg maar, stel je hebt een speler van NAC in jouw stal. Nummer 17 of 18. En zijn contract loopt af. Ja. Hij heeft weinig gespeeld, hij is geblesseerd geweest. Maar jij bent zijn agent. Ja. Je moet hem dan ergens zien te plaatsen. Ja. Maar zelf heb je hem niet zo heel erg veel aan het werk gezien. En als je heel eerlijk bent, vind je het ook niet zo'n goede speler. Ja. Maar je moet hem dus verkopen aan clubs. Ja. Doe je dat? Of ik dat doe? Bijvoorbeeld, ja. Of nee, ik niet, nee. Dat doe je niet? Ik niet. Maar waarom niet? Waarom zou ik dat moeten doen? Omdat jij hem begeleidt. Oh, je bedoelt ooit, heb ik straks al gedaan. Gewoon die hypothetische situatie. Ja, in jouw rol als zaakwaarnemer makelaar. Maar dat heb ik honderden keren meegemaakt toen ik opgroeide. Ja. Tuurlijk. En wat denk je vanuit de vakbond toen we dat werk deden? Ja, maar toen hadden we alleen al maar dat je spelers te doen. Dan ga je de boer op en een speler die je zelf matig vindt. En dan hoe overtuigd je? Ja, dat is dan maar jammer. Oké. Dat is dan maar jammer. Ik ben opgegroeid op dat niveau. Mm-hmm. Ik ben niet bovenin begonnen. Ik ben begonnen met niks. Ja. Nul. Dan kun je dus ook in een situatie komen dat je bij een club waar je bijvoorbeeld een goede naam hebt, een speler verkoopt, onderbrengt. Waarvan je zegt, ik weet zeker, stop, gaat allemaal werken. Tuurlijk, zij moeten hun werk ook doen. Die club neemt hem, die jongen bakt er niks van. Maar zo werkt dat niet. Dat bestaat niet. Hoe werkt het dan? Ik verkoop geen speler. De club verkoopt een speler. Dus je bent met een speler. Laten we zeggen dat je naar een bepaalde club gaat in het buitenland. En ik heb geloof, laten we zeggen, jou als keeper. Ja, en mensen weten heus wie je bent, zijn niet achterlijk. Dus ik kom daar niet binnen dat ik bepaal wie daar gaat voetballen. Maar de power van agenten kan zijn dat je relatie met die trainer of die club is. Dat daar waar twijfel is over 3 kandidaten, dat jij het wordt. Maar dan ben je al kandidaat. Het is natuurlijk nooit mogelijk, tenzij er corruptie en fraude in het spel is. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Als we heel veel uitzoomen, gewoon naar die wereld. Dan, als je dat boek leest, dat leest als een krankzinnig circus. Dat wordt eigenlijk letterlijk zo gezegd. Ja. Zou jij eens kunnen duiden waarom dat in jouw ogen ook een soort van krankzinnig circus is? Die wereld van het topvoetbal. Nou, op het moment dat je er een in groeit, wat bij mij dus gebeurde, zag ik dat helemaal niet. Ik groeide daarin, ik wist niet beter. Ik ben natuurlijk geboren in een voetbalkleedkamer door mijn vader. Als voetballer. Wij wisten niet beter om dat voetballerij, dat was voetballerij. Ja, wisten wij veel, dat was het. Mm-hmm. En wat een ander bijzonder vond, toen ik 5 of 6 jaar was, dan liepen ze al binnen, alle zogenaamde beroemde voetballers. Die heet dan een oom, weet je wel? Althans, dat zei mijn moeder. En dus dat was weer een andere anekdote. Maar ze zijn traag, jongen. Maar goed. Ja, ik wil respectvol houden. Dat is toch jammer als jij de Haag komt. Maar goed, dat maakt voor de rest niet uit. Dus je groeit in die gekte. Maar ik beschouwde het niet als gekte. Het was voor ons wel leuk. En ik vond het ook wel spannend. En we deden ons werk ook. En later realiseerde je ook veel meer van... Ja, dit was toch wel bijzonder wat er een dag gebeurde. Of als je ergens was, dat je denkt van... Ja, dit is toch wel... Weet je wel, met helikopters landen voor een bespreking op een trainingsveld bij Juventus. Ja. En dan zeggen, ik vind hier niks, we vliegen terug. En dat deden we ook. Ja. En dan waren de Italianen toch boos. Maar ja, dat was die scene. Ja. Dat was helemaal die wereld. Maar ik lees voor, spelers worden in de maling genomen, clubs worden geteeld, makelaars naaien makelaars voor bedragen die mensen zich niet kunnen voorstellen. Het gebeurt voortdurend, iedereen bespeelt iedereen. Het zijn je eigen woorden. Nou, dat is nog steeds zo. Ja. Dat is niks aan veranderd. 100%. En is er dan, als je het hier al over hebt, is er dan een voorbeeld wat je gelijk te binnen schiet? Ja, vele, maar die ga ik niet vertellen. Kijk, het punt zit, daar waar heel veel geld in omgaat, ontstaan problemen. Dan moet de regelgeving heel stringent zijn en dan moet die uitgevoerd worden door alle partijen betrokken. Ja. Bonden, clubs, directeuren, trainers, agenten en spelers. Ja. Tegenwoordig zijn de spelers, de grote spelers, zo'n definitie op zichzelf, zijn bikkel en bikkelhard geworden. Dat is niet meer de arme voetballer, de zielige jongen die verhandeld wordt. Dat bestaat helemaal niet. Althans niet in West-Europa. Mm. In Rusland misschien, of Zuid-Amerika met een vraagteken, of Arabië, dat zou nog kunnen. Maar die bestaat helemaal niet meer. Het zijn de spelers die heersen de markt. Zij bepalen wat er gebeurt. En ze gebruiken agenten als gebruiksvoorwerpen. Die wereld helemaal omgedraaid. Dus dat was vroeger anders? De speler, toen werd de speler nog, die volgde nog in die lijn. En dat die speler veel sterker is geworden, juich ik alleen maar toe. Want dat is mijn training om dat te stimuleren. Ja. Ja. En dat hoort ook zo. De spelers die ik heb mogen begeleiden zijn bijna allemaal toch een bepaald type sterke persoonlijkheid. Ja. Ja. Maar dat doorslaat, daar is geen verschil over. Wat we nu hebben meegemaakt de laatste jaren met families, ouders, vriendjes, neven, ooms en tantes. Die allemaal met een stukje van de koek komen halen. Kun je dat een beetje concreet maken? Want ik snap eigenlijk niet helemaal wat je bedoelt. Je weet het heel erg goed wat ik bedoel. Nee, echt serieus niet. Nou, ik denk dat jullie het wel weten. Maar het is wel grappig. Iedereen rondom spelers, zeker als wanneer het grote geld gaat komen, komt met, zoals de Amerikanen zeggen, met een entourage naar binnen. Ja. En dat zat ook in die serie van Dwayne Johnson. En iedereen speelt een rol. Want die speler, die luistert daarna, die vindt dat interessant of die moet er mee eten. Ik kan me nog ooit herinneren dat ik Glenn Helder begeleidde. En Glenn is een fantastische knul. Ik geef heel veel om hem. Maar die was echt een slachtoffer van bepaalde groeperingen. En dan kwam ik op Schiphol. En toevallig kom ik hem daar tegen. En ik zei, waar ga je heen? Ja, ik ga naar Ibiza met mijn vrienden. En ik zie een groepje aankomen. Ik denk, nou, als dat je vrienden zijn, dat is lekker. En die kwamen er ook allemaal bij staan. En hij zei, ja, goed, en ik heb alles geregeld. Dus ik zeg, maar wie betaalt dit? Hij zei, ja, ik. En ik zag die knullen al betrekken. Dat vonden ze niet leuk. Ik zeg, en hoe werkt dat dan? Hij zei, ja, ik betaal alles voor ze. En ze krijgen ook nog zakgeld van mij. Ik zeg, zakgeld? Ik zeg, dat zijn vrienden. Dus die jongens, die werden een beetje assertief natuurlijk. Ja. Dat wordt niet leuk. Ik zeg, nou ja, Glenn, waar ben je mee bezig, jongen? Schop ze eruit, joh. Nou, en dat is alleen maar toegenomen. Die wereld is nog groter. Dus als Mbappé een transfer gaat maken, dan kan je er vergif op innemen dat daar broers, neven, vrienden... Nou ja, bij Mbappé loopt ook 20 man omheen. En dat zijn 20 agenten? Of wat? Wel, nee, dat zijn vrienden en mee-eters. En hoe werkt dat? Maar is het ook mooi dat je... Je vriend het gunt. Ja. Tuurlijk. Nou, dat is ook een insteek. Ja. Ja. En als jij dat vindt, zou ik ook zeggen, betaal ze dan lekker. Ja. Maar dat moet je dan doen. En als jij vindt dat al die mensen mee moeten reizen en je denkt dat je er baat bij hebt, dan moet je het vooral doen. Ja, ik denk niet dat ik het snel zou, als je het zo... Zou je dan kunnen stellen dat eigenlijk de mensen vaak om spelers heen eigenlijk de grootste cowboys zijn in de voetbalwereld? Misschien niet allemaal, ik wil niet helemaal generaliseren, nee, maar doen, ja. Daar is een hele grote groepering die parasiteren, ja. Ja. En zou je zeggen dat je dat zelf ook hebt gedaan? Absoluut niet. Want ik kan me voorstellen dat er ergens een transfer gaat spelen. Daar krijg je lucht van, je hebt een groot netwerk. Dat jij of jouw bedrijf denkt, als we daarin springen... Nee, dan is heel een andere wereld. Nee, ik heb het over mensen die om een speler hangen. Okay. Gewoon meelopen. Ja. Maar er zijn kantoren, agentschappen die dat wel op die manier doen. 100%. Dus die eigenlijk een soort van loopjongens hebben die bevriend worden met spelers. Dat gebeurt 100%. Dat zijn met je eens. Ja. Maar dat heb jij nooit... Nee, dat is niet jouw manier van... Zeker, never nooit. Nee. We lezen afgelopen week bijvoorbeeld dat Lionel Messi misschien op het punt staat om naar Saoedi-Arabië te vertrekken. Dat heeft Cristiano Ronaldo eerder gedaan. In mijn ogen komt dat nogal hebzuchterig over, hè, als je al zo gigantisch veel hebt. Ik vraag me gewoon af, is dat jouw ervaring in het topvoetbal ook? Kleeft hebzucht aan de topvoetballer? Of ben ik nu ongenuanceerd? Nee, je bent zeer zeker niet ongenuanceerd. Hey, het antwoord is ja. Je kan wel specifiek naar spelers kijken wat daar gebeurt. Bijvoorbeeld Messi, omdat je erover begint, die vertrok. Ronald Koeman werd trainer van Barcelona. Messi een heel geschil met de club Barcelona. En daar was ik bij betrokken. Niet bij het geschil, maar natuurlijk bij Koeman en Barcelona. En besloot naar Paris Saint-Germain te gaan. Domste beslissing uit. Had natuurlijk bij Barcelona moeten blijven. En dan maar voor een minder salaris. Sorry. Dan praat je over bedragen, die zijn angstig. En binnen Spanje moet je een bepaald salaris verdienen als je ergens van afkomt. Je kan zomaar niet zeggen nul, dat bestaat niet. Maar daar had hij een regeling voor moeten treffen, had moeten blijven. Had er gewoon door moeten voetballen. Want dat is zijn stad, zijn gezin, zijn kinderen. Hij is gewoon van Catalunya. Ja. Okay? Maar dan mag je zelf bepalen natuurlijk. Hè? Ja, maar ik zeg wat ik geadviseerd zou hebben. Als ik zijn manager zou zijn geweest. Maar zijn management is wat anders als wat wij denken. Dan neem je afscheid van de voetballerij over 2 of 3 jaar met een standbeeld bij Nou Camp. En je bent heilig verklaard. Het geld heb je helemaal niet meer nodig. Hij gaat toch naar Paris Saint-Germain. Je kan voorspellen dat het een drama is. Niemand is met Paris Saint-Germain bezig. Iedereen vindt het leuk als ze verliezen. De beste spelers ter wereld lopen daar. Ze winnen nooit de Champions League. Gaan ze nooit van zijn leven winnen. Wat maar goed is voor de voetballerij. En hij is doodongelukkig. Hij is gewoon doodongelukkig. Hij zou het feit terug moeten naar Barcelona. Nou, dat weet ik niet wat hij nu speelt. Dat kan ik niet beoordelen meer. En dan komt Saoedi-Arabië weer om de hoek kijken. De andere club van, waar Cristiano Ronaldo speelt. Dat is een politieke strijd om dus de WK naar Saoedi-Arabië te krijgen over een aantal jaren. Dat is gewoon een game. Ja, het is een game. Die hebben zoveel geld, dat interesseert ze helemaal niks. Ja? En die willen al die grote jongens naar binnen halen. En de een keer 200 miljoen, de ander keer 400 miljoen. En daar gaan ze mee lopen pronken. En die spelen daar voor 1500 mensen. Die worden betaald om het stadion in te gaan. Want er is niemand in voetbal geïnteresseerd in Saoedi-Arabië. En dan sta je dan met je grote naam. Is dat ook een tendens die jij bij topspelers die je in je carrière bent tegenkomen en wel wat dus wel zelf hebt begeleid, ook bent tegenkomen dat jongens op een gegeven moment, wat je schetst in dat een mooi scenario van, het zou veel mooier geweest als Messi bijvoorbeeld bij Barcelona was gebleven. Voor de sport wel, ja. Maar kom jij zelf ook wel eens in de situatie, dus dat je met jongens komt die dan ergens naar China kunnen gaan, veel meer geld kunnen gaan verdienen. Dat je zelf zoiets zegt van, joh, ga lekker terug naar, ik zeg iets, naar Everton of ga terug naar Feyenoord of ga naar Ajax. Maar dat je dan merkt dat bij zo'n jongen eigenlijk toch gewoon de dollartekens in de ogen staan en dat dat gewoon niet eruit te krijgen is? Ja, antwoord is ja. Dat klopt. Is dat zou je zeggen in het merendeel van de gevallen? Want ik probeer het nog wel eens aan mensen uit te leggen dat ik hoor best wel vaak dat standaard verhaal, voetballers willen altijd meer. Ze willen alleen maar meer. Ja. En ik probeer dat een beetje tegen te verzetten, maar... Nou, het verschilt. Ja, je kunt niet over de voetballer praten. Het verschilt per speler. En ja... Het is heel moeilijk. Laten we zeggen, je bent een hele goede speler bij Feyenoord. Ik noem Rotterdamse en Feyenoord als voorbeeld. En de Premier League is toch, ja, het zou kunnen, maar het is toch ingewikkeld. En daar komt, ja, wat jij zegt, een Chinese club. En die Chinese clubs, je kan hier 5 miljoen netto verdienen per jaar. En je mag 4 jaar tekenen. Ah, ja, dan kom je thuis. En dan zeg je tegen je vriendin die rechten studeert. Wat denk je ervan? Ja, het is 20 miljoen netto. Ja. Ja, pa, wat vind jij? Ja. Weet je wat, we gaan het koffertje pakken. En we gaan het vliegticketje in. Dat gebeurt natuurlijk. Moet je dat veroordelen? Dat kan je niet veroordelen. Wie kan dat weigeren? Maar de top, de spelers die echt zeggen, Man United, dit en dat. Die zullen dat anders doen, dat is vanzelfsprekend. Daarom spelen ook als spelers op hun retour daar... of jongens die het net eronder zitten. Maar ik begrijp het wel. Ik zou het zeer zeker niet veroordelen. Ik snap het. Wat gaan jullie drie er maar voor staan? Ja, wij zouden alle drie naar China gaan. Ja, dan ga je. En wat is daar mis mee? Ja, maar het is me boos aan te kijken. Nee, zeker niet voor China. Ik zou... Maar ja, het kan China... Dat betekent op een fietsje naar Schiphol, man. Weet je goed. Ja, maar dat is de realiteit van het mens zijn. Ik wil nog eventjes inzicht in de werkwijze van de agent. Je begeleidt een hypothetisch geval, je begeleidt een speler. Hij speelt in de Bundesliga, zijn contract loopt af en hij zit veel op de bank bijvoorbeeld. Hij wil een stap naar een ander land of een andere club maken. Jij bent zijn agent. Wat is het stappenplan? Laten we zeggen een 34-jarige linksback of zo. Bij, met een bult. En een beugel. In München of zo. En een hond. En een stok. Okay. Dat wordt wel moeilijk. Ja, dat wordt lastig. Dat wordt een ingewikkeld klusje. Maar hoe gaat de agent te werk? Is die 34? 33. 32, hij is 33. 32. En hij is ook nog rechtsback. Linksback. Linksback, nog erger. Oké. Wordt lastig verhaal, ik hoor het. Maar goed, ik zou tegen die jongen zeggen, joh, ga lekker studeren. Ga wat anders doen. Maar ja, ik heb veel oudere spelers mogen begeleiden. Waren vaak spitsen. Moet ik eerlijk zeggen. De Van Hooydonk en Mark Janko. Die tot latere leeftijd doorvoetbalden over de wereld. Voor een spits lukt dat nog wel. Ja, spitsen die zijn altijd een track record. Ja. Een verdediger. Ja, kijk, hoe graag wil je voetballen? En hoe fit ben je? En hoe is je carrière geweest? Als je gewoon een topjongen bent geweest. In fantastische staat van dienst. Maar je moet bij die club weg. Want ja, ze hebben een jonge jongen voor je staan. Ja. Zou dat kunnen lukken? En hij zegt, joh, ik wil gewoon voetballen. Weet je wel, het maakt... Is dat geld is het niet meer op dit moment. Want hij is ook al 33. Ja. Ja, dan zou dat best kunnen lukken, ja. Maar ik ben meer benieuwd naar de werkwijze. Ga je dan een rondje clubs bedenken waar die misschien gestald zou kunnen worden? Nou, ga je behoort, als je echt dag en nacht met dat vak bezig bent. Ja. En ik zit niet alleen. Nee, dat snap en ik. Doe dit ook trouwens niet meer, dit gedeelte. Maar voorheen, dan zit daar een heel team. En die check, en zeker tegenwoordig is het natuurlijk helemaal met wat hier allemaal staat, die apparatuur, gaan ze overheen. Dan is het netwerk wordt aangesproken, In mijn tijd, en nog wel, ik geloof nog steeds in het netwerk. Ik denk, nou oké, dan heb ik zoveel contacten en zoveel mensen ken ik, dat ik ga bellen. Maar dat kan ook nog een bevriende agent zijn. Dat ik zeg, nou joh, luister, hij wil doorgaan naar Frankrijk. Ik heb wel jongens gehad die zeiden, ja, ik wil wel, nee, waren vrouwen van de spelers, joh. Hij kan wel naar Spanje, maar wel aan het water. Ja. Oké, nog meer? Ja, en een huis uitzicht op de zee. Oké. Nog iets? Een helikoptertje erbij of zo? Dus dat wordt wel ingewikkeld als je dat ijzerpakket zou hebben. Okay. Maar, en die komen ook vaak van de vrouwen, dat ijzerpakket. De vrouwen krijgen ook nog een eigen boek van mij. Alleen dan kan ik daarna wel emigreren, kan ik je mededelen. Ja, ik heb wel eens gehad toen ik... Ik denk dat ik in Kaapstad zat toen. En toen ging Alex Pastoor naar Oostenrijk. En die appte toen van... zou je geïnteresseerd zijn om hierheen te komen? Dat ik echt... dat Manon zei tegen mij van... nee, ja, daar zou ik echt heel ongelukkig van worden als je dat doet. Ja, natuurlijk gebeurt dat, ja. Ja, en dan denk ik toch van ja... Dat wordt wel lastig als het concreet wordt. En je had het zelf wel mooi gevonden. Ja. En dan maar dat is de invloed van gelukkig is het nooit echt concreet. Oké, maar stel het zou wel concreet worden. Ja, ik zou het niet weten. Ik denk dat ik uiteindelijk niet zou gaan. Dus niet zo zijn gegaan. Ja, ik weet het niet, man. Ja, dat is lastig, dus dat is wel... Maar Rob, even een klein lijstje. Gekste lijstje van spelersvrouwen. Nee, ik zit te denken of ik dat mee heb gemaakt met spelersvrouwen. Dat er echt een vrouw voor is gaan liggen. Van, je gaat die niet... Ja. Met hele bekende spelers. Ja. En dat de contractbespreking klaar was met een club. Rapid Wien was trouwens de club. En de speler in kwestie, die later ook nog een hele beroemde trainer is geworden. En die was helemaal niet blij. En ik begreep er geen pepernoot van. Ik zei, als ik nou gevraagd wie het is, ga je dan zeggen? Dat vind ik niet aan. Want je laat twee keer zo stil toevallen van vragen wie het is. Nee, dat ga ik niet. Het is voor zijn vrouw niet leuk. Ja. Dus die beschaving heb ik ook niet wel. Dus ik zal zo maar dat doe ik. Maar en we rijden weg. En hij stapt in zijn eigen auto en gaat naar huis toe. En ik denk... dacht daarna moesten we vliegen naar Wenen. En hij belt me 's nachts op. Ik zei, ik heb een probleem. Ik zei, ik voel wel. Wat is er met je aan de hand, man? Ja, contract, super. Ben helemaal blij. Dat is een grote club, Rapid Wien, zeker toen. Hij zei, maar ze gaat niet mee. Ik zei, ze gaat niet mee? Hij zei, nee, ze gaat niet mee. Ik zei, nou, dan gaat ze lekker niet mee. En toen zegt hij, ja, maar zo werkt dat niet. Hij zegt, dan is het klaar, tuurlijk. Ja. Ik zei, oké. Ik zei, nou, ja, alright. Dan moet ik het maar oplossen. Daar komt dus de agent in werking. Dus ik moest naar de club en zei, we hebben een klein probleempje, dit en dat. En die zei, die gelooft het niet. Die zei, nee, het is een spelletje wat je speelt. Je wil meer geld of je wil dat of dat. Op zich wel slim. Die denkt, je onthoudt voor de volgende keer. Maar in dit geval was gewoon de waarheid. Dus die club was ontzettend boos. Het contract werd wel ontbonden. Ze hadden hem aan kunnen pakken. En binnen een maand tekent hij bij een grote Nederlandse club. Had niks met elkaar te maken. Dat creëerde ik daarna pas. Heb je enig idee wat voor problemen ik kreeg? Zeg maar. Nou, die Rapid Wien zei dat het een spelletje natuurlijk was geweest. Dat ik alles uitgespeeld had. Dus om dat te bewerkstelligen. En dat was niet waar. Jouw naam besmet voortaan bij je in Oostenrijk. Door een vrouw. Dat zit al dwars. Door een spelersvrouw. Ja. Tot slot gewoon nog even, omdat het interessant is, een kijkje achter de schermen van het vak. In het boek komt duidelijk naar voren, je bent een dealmaker. Hè? Dat is waar je sterk in bent. Dat lees ik veel tussen de regels door. Nee, het zijn Rob's eigen woorden. Ja. Het zijn ook zijn eigen woorden, zeker. Maar wij stervelingen sluiten weinig deals. Wij zijn er überhaupt met z'n drieën vrij slecht in, hè, zakelijke deals sluiten. Is daar iets van strategie te delen? Hoe word je goed in het deal sluiten? Ja, het is wel grappig. Ik vertelde dat we zouden gaan opnemen met jou, Rob. En toen had ik weet even niet meer met wie, maar ja, toen zei je van, ja, zaakwaarnemer, dat kan iedereen. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, volgens mij zit er wel een paar kunst in het vak ook. Ja. Als iedereen het echt zou kunnen, altijd iedereen het goed zou kunnen, Dan moet je het zeker gaan doen. Daar zitten natuurlijk heel veel mensen in die dat vak uitoefenen op andere gronden en die er totaal niks van kunnen. Die zijn er ook. En ik denk dat het niet echt te leren is. En ik hoef hier geen rolmodel daarin te zijn. Dat is helemaal niet belangrijk. Kijk, toen ik bij die vakbond begon en ik had Mino Raiola als mijn tolk en als degene die restaurants regelde. Hij is overleden, maar hij heeft als agent al wel redelijk goed gedaan. Het is een bepaald charisma wat je moet hebben, een bepaalde charme. Je moet humor hebben. Je moet heel goed weten waar je over praat. Je moet heel goed weten in andere landen hoe het in elkaar zit met contracten. Je kan niet te blind naar binnen wandelen. Want het is niet zo simpel met regelgeving in andere landen. Het is niet zo dat iedereen dat kan. Zeer zeker niet. Maar je kan veel schade ook aanrichten bij een speler. Maar is er niet iets specifieks, een situatie in de onderhandelingen dat jij denkt van... Nou, wat wel denk ik is, je onderhandelt... Ik kan over de hele wereld heb ik het mogen doen. Maar ook in Nederland gaat het wel op. Altijd tegen mensen. Ja? En wat ik wel deed, ik verdiepte me in de mensen aan de andere kant van de tafel. Ik wilde weten wie daar zat. En ik wilde weten wie die was. Daar las ik me op in. Ja, nu is het op internet simpel, maar in die tijd was het minder. Is die getrouwd? Heeft die kinderen? Wat was zijn opleiding? Hoe deed je dat dan bijvoorbeeld als je geen internet had? Ja, dan ga je dat checken in zijn omgeving. Of je mensen die iemand kennen. Of je leest of whatever. Ja, het is nu simpel. Mm. Maar die zijn wel je hebt de kennis dat hij getrouwd is en twee kinderen en een hond heeft. Nou, wat doen we daar dan mee? Ja, nou, dat klinkt misschien gek. Het gezicht, beoordelen iemand zijn gezicht. Ja. Mimiek, ja. Ogen, ja. Loop, kleding, auto. Kun je heel veel uithalen. Zoals wat? Zou iemand rijdt... voor het escort. Wat lees je af aan de auto? Dat hangt er vanaf wat zijn functie is. Ik kwam eens iemand tegen in een onderhandeling bij de KNVB. En dit was een serieuze meneer, maar ik moest onderhandelen tegen hem. Want het ging om een bondscoach. En ik wist ongeveer wie die was. Of ik wist wie die was bij de KNVB. Ik wist ook zijn inkomen wel. Dat check ik wel. En die kwam in een iets te dure auto met een Cartier-horloge. En denk, ja, dat kan helemaal niet. Ja, ik gun die man dit horloge wel. Patsertje. Nou ja, ik wil niet zeggen dat het patser is, maar hij vond het wel leuk het mannetje te zijn. Nou, daar kan je op inspelen. Misschien dat hij Rob Jansen komt langs. Ik moet wel even, ik moet een duur klokje dragen. Vind Rob mooi. Nou, dat zou wel heel triest zijn hoor. Ja, dat heb gedaan. Maar je kunt op mimiek en op mensen, op karakters. Misschien een imitatie dingetje ook. Hè. Daar kun je heel veel mee. Ja. Ben, zou je zeggen dat je een aanvallende speler bent of een berekenende speler? Ik ben nu wat rustiger, maar toen ik begon heel aanvallend. Daar kan ik me niks meer voorstellen als ik nu zo u heb gesproken. Ja, heel offensief. Zit daar bluff bij? Ja, 100%. Dus kan je daar een voorbeeld van delen? Hoe werkt dat? Nou, ik heb ook wel bluff die misging. Wil je die horen? Ja. Heel graag. Ja. Daar was ik al bang voor, ja. Nou zijn we ergens, kom maar op. Nou, op een gegeven moment krijg je een bepaalde status dan wel dat je alles denkt te kunnen. Dat gebeurt dan op een bepaald moment. En toen belde Johnny van het schip mij, die speelde bij Genua. En die was in zijn nadagen. En die zei, Rob, ik ben bij de club geweest en die willen eigenlijk van me af of een heel laag contract en kan je komen. Maar ik was niet zijn zaakwaarnemer, maar hij vroeg mijn hulp. Dat gebeurde ook wel eens. Als het ergens dan misliep, dan kwam ik dan opdragen. Ja, dat is goed. En ik ga heel goed om met Johnny en Daniel. En ik kwam daar in Genua en de avond daarvoor hadden we heerlijk gegeten. Het hele scenario besproken, hoe we die directeur aan zouden pakken. En nou, we waren er klaar voor. Dus Johnny en ik naar die club toe. En dan zit die meneer, ik weet god niet hoe die heet. En die zat daar en ik begin een heel verhaal. En nou jongen, ik gooi er een pakket onzin uit. En die man zat me aan te kijken. En daar lag een contract, laten we zeggen €10. En die keek me aan en zei €9. Ik zei, €9? Ligt 10. Hij zei, ja, 9 nu. Dus, we hebben heel veel. Hij zei, 8. €8. Dat interesseerde ze geen reet. Als hij wegging of bleef. Ja. Het maakt helemaal... Maar die John, en dat is natuurlijk ook wel met humor. Die heeft vreselijke goede humor. De tranen liepen uit zijn ogen van het lachen. Dus hij is weggegaan. Hij is ook bij die club toen weggegaan. En hij kwam thuis bij Daniel. En Daniel zegt... En hoe ging het? Ja, die Rob kan onderhandelen. Nou, en daar moet je ook de humor van inzien. Het is gewoon comedy ook af en toe. Het is ook comedy. Dat komt ook super amateuristisch over in zekere zin van dat soort clubs en spelers en agenten. Alsof ze ook maar een beetje wat doen hier en daar. Ja, maar dat is niet waar. Oké, dat is niet waar. Kijk, ik relativeer omdat het is niet allemaal... Goh, wat zijn we goed en wat zijn we sterk. Daar zit natuurlijk... Wij zagen de humor hiervan in. Ja, ja, ja. Maar ik heb ook besprekingen gehad dat we de tranen in ons ogen stonden als het misging. En ik heb met Gaston mensen moeten vechten over Europa en allemaal clubs. En ik heb wel meer met Roy Makaay heb ik meegemaakt bij Deportivo La Coruña. Dat was geen feest. En ik heb ook families... Wat bedoel je daarmee? Dat het misliep met contracten, geen betalingen, dat clubs niet betaalden, moest je er achteraan, hoe krijg je het voor elkaar? Er zit heel veel shit ook in. En kijk, de euforie verhalen, dat is leuk, tuurlijk. Maar er zit heel veel ellende ook in. want jij hebt in Turkije ook op een soort dodenlijst gestaan, toch? Eventjes nog. ja, dat klopt ook. Fijn dat je het even herinnert. Ja. Dus mochten die mensen nog zijn, een half uurtje zit ik in de auto. Ja, maar dat was in de tijd van Leo Beenhakker naar Istanbul Spor. Met Peter van Vossen en John van der Bron. En het was een club, het Istanbul Spor. Dat was wel geweldig. Daar deden we de onderhandelingen mee in Nederland. En dat waren op zich prima mensen, wisten wij veel. En toen kwamen we eraan, toen bleek dus die club eigenlijk in handen te zijn van wat mensen die in een beetje heroïne handelden en zo, weet je wel. Dat is dus een middel waar je niet zo vrolijk van wordt. En die waren ook boos, toch? Ja, maar ja, ik niet. En toen gingen de resultaten wat minder en toen werden die mensen boos. En die waren niet gewend die wilden niet verliezen, want die hadden de dure mensen gekocht. Leo Beenhakker en die trainer. En ik deed de zaken voor alle drie, ook voor Leo. En toen werden we wel opgeroepen bij die mensen te verschijnen in een afgelegen flatgebouw. Waar mensen met oesjes voor de deur stonden. En Frits Korbach was erbij. Geweldige man. En Frits, die gewoon 's ochtends werden we in busjes opgehaald. Met die schuifdeurtjes erin. Zak over je hoofd. Nou, dat nog net niet. En Frits zei nou, tegen zijn vriendin. Ik weet niet of ik thuis kom. Maar pak de koffer vast. Dus we gingen daarheen. Nou, toen werd iedereen bedreigd en dat soort dingen toestanden. Nou, uiteindelijk liep dat allemaal wel goed af. Maar ik zorgde wel dat iedereen zijn geld kreeg. Dus ook de power van de agent, dat het zo goed in elkaar zit, ook bij stoute mensen, dat de speler wel betaald wordt. Dat lukt ook niet iedereen. Dus dat werd wel betaald. En jaren later is Leo bij Vitesse. En die moet naar Istanbul Spor voor een speler voor Vitesse te halen. En die kwam daar binnen en toen zeiden ze, ga je nog om met Rob Jansen? En toen zeiden ja, nou zeg maar als het hier land gaan ze knieschijven eraf. En dat vond ik onaardig op zich. Ik bedoel, waarom gelijk zo'n knieschijf? Ik vind het ook niet sympathiek. En toen ging Pierre van Hooydonk naar Feyenoord Badje. Dus ik met Pierre naar Feyenoord Badje. Maar we gingen met een privéjet. En er zat van alles nog wat in. Maar ik had bewaking bij me. Maar Pierre had dat niet door. Want Pierre dacht dat het voor hem was. En in het vliegtuig, kijk, een kogelvrij vest om. Want dat vliegtuigje landt op een klein vliegveldje. En die jongens die mij bewaakten zeiden, hou nou het kogelvrije vest om, Rob. Kniebeschermers. Achter ons lopen. Kniebeugels om. Voetbalschoentjes aan. En Pierre zei het, waarom lopen ze bij jou? Pierre's ego is ook redelijk groot, kan ik je meedelen. Ik zei, ja Pierre, dat vertel ik later wel, maar dat komt wel goed allemaal. Hij zei, ik begrijp niet waarom ze bij jou lopen. Ik snap er helemaal niks van. En er is voor de rest niets gebeurd, dan had ik hier niet gezeten. Maar dat was wel, je stapt toch uit dat vliegtuig en je denkt, nou ja, ik weet maar niet. Dan sluiten we af met een rondje aanraders. Zoals ik je heb aangegeven. Een film, een plek, een boek. Heb je daar ondertussen over nagedacht, Rob? Nou, er is een film. Ik kijk veel films, maar het is een hele oude film. Okay. En die film die vond ik heel imponerend. La Vita e Bella. Prachtige film. Ja. Fantastisch. Nou, die kennen we waarschijnlijk. En die film die had impact op mij. Ja. Dat ik hem keek, dat het ongelooflijk knap gespeeld. Zo triest, zo mooi. Ja. En zo'n grote vaderliefde. Grappig. Ja, dat vond ik een van de mooiste films. Jij hebt hem aangehouden, denk ik. Ja, lang geleden. Fenomenaal film. Ja. Waanzinnige film. Ja. Waanzinnige film. Eens. Mooi. Thomas? Ja, ik heb een wat luchtigere. Ik was bij... het ging even bijna mis. Even een slokje ASLM dan. Ja, lekker man. Dat is wel goed voor je. Nee, ik was van de week bij een concert van Arctic Monkeys. Was fantastisch. En toen zat ik een beetje na te denken over live muziek. En op een of andere manier in een konkel in mijn hoofd ging over playbacken, zeg maar. Hoe zou het nou zijn als... Stel je voor dat ze allemaal staan te playbacken. Was niet zo, maar... En toen bedacht ik me een filmpje van Muse. Muse is een band, een Engelse band. Britse band die een keer in Italië voor de Rai Uno hun nummer, zeg maar, moesten komen spelen op televisie. Alleen moesten ze playbacken. Van het programma. Maar dat wilden ze niet. Toen hebben ze uit protest... Het bestaat uit 3 mensen. Zijn ze alle 3 op andere plekken gaan staan. Dus de drummer was gaan zingen. De gitarist stond of de basgitarist stond met zijn gitaar. En de zanger die zat achter de drums. En dat filmpje kan je opzoeken op YouTube. En dat is echt tering grappig. Als je zeg maar weet dat het niet klopt, dan zie je die zanger al gelijk zo... een beetje als het in het circus zit drummen. En ja, dus dat wilde ik even aanraden. Titel? Ja, Muse, Rai Uno, typ je in op YouTube. En dan ben je er direct. Hoi. Ik heb ook een muzikale aanrader deze keer. Mijn vader is ook weer zoals iedereen in van die vinylplaten gedoken. Vinyl, het is vinyl. Vinyl denk ik. Dus hij heeft af en toe eentje dubbel en dan neemt hij die voor mij mee. En hij is een groot fan van El Giro. Ik dacht, alleen om die naam moet ik het doen, want dat kan ik dan natuurlijk weer niet helemaal goed uitspreken. Lekker, El Giro. Op vinyl. Op vinyl. El Giro op vinyl. Dus ik ben die plaat gaan luisteren. Het is echt het album met Glow. Het is echt een topplaatje. En ik betrap mezelf er eigenlijk op dat ik nu al 2 weken lang... gewoon elke dag lekker 's ochtends op start klik. En dat plaatje helemaal afspeel en een keertje omdraai. En ik heb eigenlijk geen één keer gewisseld meer sindsdien. Dus dat is mijne van deze week. Mooi. Ik dacht, ik doe eens een restaurantje. Mensen vragen mij regelmatig, als je een weekendje in Rotterdam bent, waar moet je dan eten? Die breien? Zo? Nee, ik vond het altijd best wel lastig. Ik wil toch iets goeds geven en ook niet te chic en moeilijk allemaal doen. Toen ben ik vorige week bij Plein Oost gaan eten, op het Oostplein, waar voorheen de bakkerswinkel zat. En ik was super enthousiast over gewoon lekker eten, goede wijn, leuke bediening. Ik vind het heel apart, man. Lisa is daar ook vorige week toevallig geweest. Oh, ja, dat is kut, man. Toch, heeft Cor je eigenlijk wel eens meegenomen naar de Meente hier in Rotterdam? Nee. Oh, nog niet? Nee. Ja. Okay. Harbor Club hier samen met Cor wel? Lang geleden. Oké. Lang geleden. Dus het is niet de Harbor Club, maar Plein Oost. Als je in Rotterdam bent en ga lekker eten, dan zou ik daar aanschuiven. En we sluiten af voorop met een liedje. En nou weet ik dat jij eigenlijk geen muziekman bent, maar toch kan je er misschien iets uitpersen. En, of ik een... Ja, een liedje om mee af te sluiten, ja. Je hoeft niet te zingen, mag ook. Mag ook, hoor. Ja, dat zou wel grappig zijn, ja. Ja... Als ik naar muziek luister, dan is het meestal R&B, een beetje soulachtig. Mm-hmm. Dat vind ik leuk om naar te luisteren. Maar ik heb nou niet 1, 2, 3 dat ik ineens een nummer in mijn hoofd te binnen schiet. Dan denk ik dat hem aan Thomas moeten geven, want ja. Die zit vast te trappelen met een doe maar, Thomas. Ja, dan nou, laten we dan dat nummer van Muse daarmee eindigen. Muse Uprising heet het nummer. Oké. Staat genoteerd. Rob, dank voor je komst. Dank voor het inkijkje in de wonderenwereld van het spelersmakerschap. Dank voor het luisteren en tabé. De groetjes.